Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. We gaan eens kijken hoe dat het zit met de energieën. We zijn opnieuw alweer een nieuwe week begonnen. Dus gaan we eens kijken waar dat de energie voor de mannelijke en de vrouwelijke energie heen gaat. Dus we gaan één kaart voor de connectie. Oké. Is deze. Is het Master of Challenges? Dus eigenlijk de King of Cups, voor degene die dat beter kan. Wat dat goed is, want dat betekent dat het voornamelijk focus ligt op de emoties, dus op de liefde die er eigenlijk is en de balans die er is tussen beide connecties. En dan krijgen we de Ace of Challenges voor de mannelijke energie en de Six of Crystals voor de vrouwelijke energie. En dan aan de kant schuiven, zo. Dat we wat meer plaats hebben. En de onderkant krijgen we dus Zeven of Bekers. De Zeven van Bekers en de omgekeerd de Six of Flames. Dus, waar gaat het deze week voornamelijk over gaan? De focus leggen op de 5D-connectie. En voornamelijk de mannelijke energie gaat hier heel sterk aanwezig zijn in het uitdelen en het weer een nieuwe start willen maken. Maar vooral gefocust zijn op de vervulling dat hij vindt in de connectie met de vrouwelijke energie. En wat krijg ik aan de onderkant? Een split deck. De Lovers en de Chariot. De Chariot omgekeerd, de Lovers in de goede positie. Waar dat de vrouwelijke energie deze week voornamelijk gaat gefocust zijn in de VFD wel op union, dus op eenheid, maar voornamelijk op het uitbalanceren en weer balans brengen in haar fysieke wereld. In tegenstelling. Kijk, want die is nog niet volledig helemaal op orde. Dus ze heeft nog niet er hangen nog een aantal ballen in de lucht, maar ze heeft nog niet alles op orde. En dat is nodig om uiteindelijk tot eenheid te kunnen komen. Waar dat de mannelijke energie dus meer gefocust is op de vervulling dat hij reeds vindt. De specialiteit, het speciale aan de connectie. En dat gaat hij ook meer en meer ook, gaan uiten en gaan delen, gaan spreken, gaan zeggen in een bericht of via dromen of wat dan ook. Want communicatie kan dus op verschillende manieren gebeuren. En dan gaan we drie kaarten leggen als aanvulling van de Ace of Challenges. Dat gaan we eerst doen. Dus drie aanvulling voor de kaart voor de mannelijke energie. Dat is 1, 2 en 3. Voilà. En dan drie kaarten. Is al één voor de vrouwelijke energie. Nog een kaart voor de vrouwelijke energie. Nog een kaart. We zijn er dan. Dat is er te veel. Maar je ziet wel. Dus ik ga ze wel eventjes tonen. Ik ga ze niet meenemen. Maar je ziet wel dat zij door die focus te leggen op het fysieke, in staat zal zijn om van daaruit ook meer balans te brengen in haar communicatie met de mannelijke energie. Daarin ook weer die eenheid gaat voelen. En dus dat gaat ervoor zorgen dat ze uiteindelijk onbewust het spel laat draaien. En op lange termijn, of op iets korte termijn, afhankelijk van waar je bent, dus die eenheid gaat brengen. En dat is hetgeen dat we hier ook weer zien. Dus die eenheid is er nog niet. En dat is het gevaar dat we dan veel te focussen op het feit dat het is. Dat we eigenlijk nog steeds denken dat het er niet gaat komen. Maar het nieuwe begin is er. Het nieuwe begin is er zeker. Maar je moet niet, of je mag niet focussen op het feit dat je uitgeput bent, maar wel op het feit wat dat er allemaal in je leven gaat komen. En dus verder werken aan je eigen stabiliteit, aan je eigen dromen. Dus wat gaan we dan specifiek nog voor de vrouwelijke energie? Is de Two of Pentacles, de 9 van zwaarden omgekeerd en de 5.
En hier is het, zoals je kan zien, de reden waarom dat de vrouwelijke energie moet focussen op het fysieke, is omdat er veel te veel dingen zijn die haar lasten bezorgen. En dus heeft ze constant het gevoel dat ze moet kiezen tussen focussen op zichzelf en focussen op de connectie. En dat is hetgeen dat we nu meer, dat we eigenlijk aan het leren zijn doorheen dergelijke diepe zielsconnecties, is dat we eerst die eenheid in onszelf moeten vinden. Dus eerst die balans in onszelf moeten vinden. En van daaruit kunnen we dan in eenheid naar een andere ziel gaan. Maar dat kan enkel maar als je in staat bent om je eigen individualiteit te behouden, om daar aan vast te houden, om daarbij te blijven. En dat is nu eigenlijk de lastigste uitdaging die ze deze week door de energie, door de equinox en dergelijke ervaart en eigenlijk tegenaan loopt. En wat zien we in de bij de mannelijke energie? We zien de tower, maar omgekeerd. Dus de tower is eigenlijk al gebeurd. Dat heeft ervoor gezorgd dat de mannelijke energie die dat nieuwe begin wilt met die vrouwelijke energie. De dingen die de mannelijke energie had in zijn leven zijn allemaal afgebroken. Zijn niet meer hetgeen wat hij ervan hoopt dat dat het was. En dat zorgt ervoor dus dat hij uiteindelijk aan het wegstappen is of ondertussen al weggestapt is van oude dingen, oude relaties, oude situaties, oude werkplaatsen en zo meer. Omdat hij weet dat enkel maar de connectie met de vrouwelijke energie, dus zowel in zichzelf, dus dat staat zowel voor jouzelf, voor je eigen mannelijke en vrouwelijke energie, maar ook voor een zielsconnectie. En dus de mannelijke energie heeft geleerd dat enkel maar de verbinding met de vrouwelijke energie eigenlijk echt die diepe, het hoogste van het hoogste vervulling brengt, waar dat hij eigenlijk heel veel energie ook weer uitgaat, heel veel levensvreugde ook ervaart. Dan nog een kaart voor de mannelijke en de vrouwelijke energie. Ter aanvulling of advies. Dank u. Oh, nee. Zo. En dan een kaart voor de vrouwelijke energie, alsjeblieft. Een kaart voor de vrouwelijke energie. En dat is de Divine Matrix, nummer 44 kaart. En voor de mannelijke energie is het 21. Wat toevallig, we zijn vandaag ook 21 juni. En dat is exposed and revealed. Dus naar aanleiding van de equinox ook gaat die mannelijke energie nog dieper in zijn emoties en in zijn groei gezet worden. Omdat de diepste dingen dat hij in de schaduw probeerde te houden, eigenlijk naar boven gaan komen. Zowel vanuit zijn eigen wereld, maar ook via de verbinding met zijn vrouwelijke energie. Door dingen dat zij terugspiegelt, door dingen dat zij deelt, hoe dat zij bijvoorbeeld zijn gedrag of de manier waarop dat hij in het leven staat, hoe dat zij dat ervaart. En dat gaat hem ook weer die volgende duw geven om nog dieper in zijn groei te stappen. En de Divine Matrix, ja, de vrouwelijke energie loopt altijd voorop, zeker in de zielsconnectie. En je ziet hier, dat is eigenlijk hier zo een gezicht. Dus meer en meer, naarmate als ze meer en meer ook stijgt in dat hogere bewustzijn en die hogere energie, dan hoe meer dat zij ook in staat is om weg te stappen van al het oude. En daarom is ook die focus nu nodig op dat fysieke, om het echt vanuit dat hogere bewustzijn gaan vorm te geven. 44, samen is een 8, dus het is ook belangrijk voor haar overvloed. En 44 is ook weer een teken van die diepe zielsconnectie. Laten we eens kijken welke boodschappen dat we nog hebben om terug naar liefde en eenheid nog meer te komen. Weer al 1. Wanneer het op liefde aankomt, bestaat het te laat niet. En dat is zeker iets dat we doorheen diepe zielsconnecties, zoals bijvoorbeeld met een tweelingvlamrelatie of connectie, dat we zeker ervaren, want het gaat altijd over het pad van je ziel. En je ziel kent geen tijd. Wat zijn de aanvullende boodschappen nog voor ons vooruit kunnen helpen, advies kunnen geven voor deze week? Waar mogen we op focussen? Waar mogen we aandacht aan geven? Dank u, dank u, dank u.
En dat is het werk. Wat krijgen we? Kies eerst jezelf. Eer wie dat je bent en geef jezelf liefde. En dat is ook zo. Zeker wanneer je op het pad van een tweelingvlam loopt, is het belangrijk om altijd eerst voor jezelf te kiezen. En alle liefde die je voelt en ervaart, eerst eens aan jezelf geven. Daarom moet de vrouwelijke energie ook focussen op haar eigen stabiliteit, op haar eigen fysieke wereld. Krijgen wat je wilt is beangstigend. Dat is ook helemaal waar, want van daaruit gaan we vaak onszelf gaan saboteren. Dus bewustzijn van wat dat je wilt en dan heel bewust jouw realiteit ervaren en observeren om te kijken of waar dat je eigenlijk jezelf nog een stukje tegenhoudt. Liefde heeft meer kracht dan welke wonde of pijn dan ook ooit zal hebben. En dat is hetgeen wanneer dat we door een diepe zielsconnectie gaan, dat we voortdurend gevraagd worden natuurlijk om nog dieper naar die wonden en die pijn te kijken. Want het is niet de liefde die ons pijn doet, want die wonden waren er al. De liefde helpt jou om nog verder te helen, om nog verder dingen uit te zuiveren, nog harder te worden, nieuwe overtuigingen te kiezen die beter bij je passen. En dan om af te sluiten, liefde is sterker dan welke verslaving dan ook. En dat is ook zo. En dat is zeker belangrijk wanneer dat je in jouw zielsconnectie bijvoorbeeld met karmische energieën geconfronteerd wordt. Weet dan dat dit gewoon ook te maken heeft met lessen dat jij of je zielspartner, of je ziel, eindelijk aan het leren zijn. Dus ook daar vertrouwen dat alles geleid wordt en gestuurd wordt en dat alles altijd loopt zoals dat moet lopen. Ook al zien we niet onmiddellijk de reden ervan. Zo, dat was voor deze video. Ik hoop dat je een aantal inzichten mocht hebben, dat je wat advies en ondersteuning geeft voor de komende week. En dan hoor ik en zie ik jou in de volgende video. Dag!